Goedenavond, topnemers. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Gert van Vught. Je bent van Sustainer Homes. Wat doen jullie? We hebben een bouwsysteem ontwikkeld waarmee je onder architectuur hele mooie woningen kunt maken, maar dan op een hele duurzame, hele circulaire manier. Dat is alles, ja. Dat is mooi. altijd heel fijn. Wanneer je moet het kort en krachtig kan uitleggen. Als je het zo zegt, ik ben niet heel deskundig in die wereld, maar ik neem aan dat er meer mensen met dit onderwerp bezig zijn. Een belangrijk onderwerp natuurlijk in deze tijd. Wat onderscheidt jullie van anderen? Nou, een heleboel. Maar toen we startten waren we echt best wel bijzonder, omdat we zeiden dat het heel belangrijk was om nu al duurzaam te gaan bouwen. En toen waren er nog een heleboel mensen die zeiden dat dat niet zo was. Nou, gelukkig is het 4 jaar later, kan niemand er meer omheen. En zijn zelfs de meest orthodoxe bouwers ook omdat duurzaamheid wel de toekomst is, soms helaas. Dus dat duurzame stuk, dat is eigenlijk niet meer zo innovatief. Laten we even beginnen met duurzaam. Is een ongelooflijk containerbegrip wat heel veel misbruikt wordt door Jan en Alleman. Wat verstaan jullie daaronder? Nou, in de bouw is dat, en in de gebouwen is dat een hele belangrijke vraag, omdat 1/3 van de CO2-uitstoot wereldwijd komt uit gebouwen. En dat komt met name uit de productie van een gebouw. Mm-hmm. De productie van beton, staal en alle materialen die je ervoor nodig hebt. En de energie, het energiegebruik over de levensduur. En die twee stukken samen, die maken dit een verschrikkelijk vervuilende industrie. Eigenlijk de plek waar het meeste winst te behalen valt en waar het minst gebeurt. Dus voor ons betekent het dat je gaat kijken naar duurzame hernieuwbare materialen. We gebruiken veel hout in plaats van beton en staal. En we doen dat op zo'n manier dat dat volledig circulair is. Dus op een manier dat je dat heel makkelijk kunt assembleren in plaats van gieten bijvoorbeeld. Op zo'n manier dat je het ook weer kunt demonteren en aan het eind van de levensduur het gebouw kunt hergebruiken in plaats van het hoeft af te breken en naar de stort hoeft te brengen. En daarbij gebruiken we in het gebruik van de woning, zorgen dat we heel weinig energie gebruiken door bijvoorbeeld de driedubbele beglazing, warmtepompinstallaties. Ja, maar jullie hebben dus wel echt gekeken, want de achtergrond van mijn vraag was natuurlijk een beetje dat de gezond journalistiek wantrouwen bij iedereen die iets duurzaam noemt. Want ik denk altijd, dat zal allemaal wel. Maar jullie hebben de hele keten van productie, het soort materiaal, hoe je zo'n huis bouwt, et cetera, tot en met het gebruik, het energieverbruik. Dat soort zaken. Ja, dat extrapoleer je dan voor 50 jaar, want dat is dan een beetje de levensduur van een gebouw. En dan maak je een life cycle assessment ten opzichte van een referentiewoning. Ja, en dan zou je denken, jullie zijn er 4 jaar geleden mee begonnen, voordat die grote hype begon, vertelde je net. Mm-hmm. Heb je dan een voorsprong die niet heel eenvoudig in te halen is? Want eigenlijk wil ik vragen, is het hogere wiskunde? Denk je van, dat kan iedereen eigenlijk wel bedenken? De principes erachter, die waren zo basic dat wij al, toen we praktisch net afgestudeerd waren, toen we hiermee begonnen met een clubje, dat wij lang niet de enige waren die dat idee hadden. Ja. Dus hogere wiskunde in theorie helemaal niet. Wat wel bijzonder is dat, dit is ook heel vaak gedaan, zeg maar, houten huizen, er zijn talloze start-ups gekomen en gegaan die daarmee aan de slag zijn gegaan. Wat wij vrij snel hebben gerealiseerd is dat het belangrijkste om impact te gaan maken met dit duurzame manier van bouwen. Want uit die lifecycle assessment bleek eigenlijk dat ten opzichte van een referentiewoning die we daarvoor pakten, dat we tot wel 90% CO2 konden besparen over de levensduur van onze manier van bouwen als je alles meeneemt ten opzichte van een traditionele manier. Heel veel dus. Dat is echt heel veel. Daarmee was gewoon elke woning die we kunnen gaan realiseren, elke persoon die we kunnen overtuigen om een traditionele woning te laten staan en daar een sustainer home van te gaan maken, heeft een enorme impact. Dan heb je het echt over de rest van je leven om het jaar naar New York vliegen of zo, zeg maar. Dat is gewoon wat je met dat huis kunt realiseren. Dus dat was hartstikke mooi. Maar om te zorgen dat ook daadwerkelijk mensen dat willen, dan gaat het veel meer over, moet je eigenlijk een ander probleem in de bouw oplossen. Namelijk dat de bouwkosten heel erg hoog worden. En dat een woning eigenlijk hetgene is waar je het meest voor betaalt.
maar hetgene waar je het minst te zeggen hebt over hoe het eruit ziet of hoe je het gebruikt of hoe het is opgebouwd. Dus je kunt alles van je Starbucks koffie tot je sneaker kun je customizen tot je erbij neervalt. Maar in je woning dan kun je kiezen uit type Marianne A of B, met of zonder serre. En dan, daar houdt het wel een beetje mee op in een gemiddeld nieuwbouwproject. Ja. Of je moet met een architect aan de gang, maar dan weet je aan het begin niet waar je uit gaat komen. Dus dat is iets wat alleen maar voor mensen die echt, voor een hele kleine elite is dat maar weggelegd. Nou, en wij zagen dat met nieuwe ontwerptechnieken, parametrisch ontwerp, en de CNC-freestechnieken en het switchen naar hout als basismateriaal, dat we daarmee een recept hadden om elke, eigenlijk hele normale mensen in staat te stellen om onder architectuur toch hun eigen woning te kunnen vormgeven. Omdat het veel goedkoper is. Uit bouwblokjes bestaand, uit legoblokjes bestaand, die allemaal zo helemaal circulair zijn. Ja, leg even uit, want veel mensen weten dat niet. Parametrisch ontwerpen, zei je? Ja, dat is een... En CVC-frees weten ook veel mensen niet. Ja, dus misschien even goed om te beginnen met het Lego-aspect. Ja. Dus we hebben twee basis Lego-stenen bedacht. Want net als met Lego dachten we, als we nou iets kunnen maken, een bouwsysteem, wat net als met Lego, dat je met een beperkt aantal blokjes een onbeperkt aantal woningen kunt maken. Nou, dan kunnen we eigenlijk iets doen wat tot nu toe niet is gelukt. Standaardiseren in de Lego, maar niet bepalen hoe de woningen eruit moeten zien, zodat iedereen daar wel mee uit de voeten kan. Nou, en dat is in de kern, dat noemt men in de bouw legalisering en niet alleen in de bouw. Ja, Lego is overal. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de heilige graal van de bouw. Maar om dat voor elkaar te krijgen, om echt diversiteit ermee te gaan maken, moet je wel een hele slimme Lego-steen hebben. Dus wij maken... Ja, want tot zover, sorry dat ik je onderbreek, ga je gewoon daarna weer verder, weet je wel. Prefab bestaat al zolang de bouw bestaat. Ja. Want dat is eigenlijk onderdeel ervan. Klopt. Gewoon ergens anders produceren, op locatie in elkaar zitten, vaste modules. Kies maar of je dakkapel 1, 2 of 3 wil en dan wordt het snel in elkaar gezet. Ja. Ja, dat is legaliseren. Dat is... Prefabricage. Okay, prefabricage betekent gewoon dat je het niet bouwt op de plek waar het uiteindelijk een gebouw komt te staan. Ja. Dat gebeurt al sinds... Ja, ik las dat al teruggaat sinds de Engelse kolonisten die snel settlements wilden bouwen in de Verenigde Staten. En toen al bepaalde delen van gebouwen meenamen op het schip. Ja. Dus dat is echt al eeuwen oud. Maar dat wil niet zeggen dat je dus modulair bezig bent. Want modulair betekent eigenlijk dat je... Het ene Lego-blokje ook in een andere toepassing kunt gaan gebruiken. Nou, en daar moet je in gebouwen die aan de huidige regelgeving moeten voldoen, moet je verdomme slim voor zijn. Want diezelfde Lego-steen is in de kern, is die hetzelfde. Maar op het moment dat je ergens een wand plaatst, dan betekent het dat je ventilatie op een andere plek gaat lopen. Dat betekent dat je daglicht, elke ruimte moet een bepaalde hoeveelheid daglicht krijgen om aan het bouwbesluit te voldoen en een comfortabele ruimte te zijn. Je moet bepaalde detaillering hebben voor je plafond. Je moet je ventilatie berekenen. Dus er zijn 100.000 dingen die veranderen op het moment dat je een wandje op de ene of op de andere plek zet. Ja. Nou, een parametrisch ontwerp is dus de naam voor het ontwerp op basis van regels. Waarmee je eigenlijk probeert om dit niet in het hoofd van het architect te laten doen. Waar dan vervolgens een installateur en een constructeur en een bouwfysicus en een aannemer naar moeten gaan kijken. Maar dat je al die kennis in een model stopt. Zodat wanneer je een input verandert, dat er dan ook automatisch de output verandert met al die informatie meegenomen. Nou, en dat is eigenlijk wat wij hebben ontwikkeld. Het is een enorm complex model. De hogere wiskunde komt daar dan bij kijken. Die zorgt dat het in de praktijk ook werkt, dat je vanuit een bepaald aantal blokjes met de architect aan tafel kunt gaan en daar komt gewoon een gebouw uit. Maar als ik het zo hoor, is, en dat is natuurlijk altijd zo, als mensen dat Lego blokjes maken natuurlijk. Wij denken dat we dan begrijpen aan de andere kant, hè, dat is het gevolg ervan. Maar als ik jou zo hoor, is van die blokjes zeg maar heel weinig hetzelfde. Dus er zit een bepaald deel van het skelet is steeds uniek, of is steeds hetzelfde, is steeds standaard. Geen enkele Lego... steen die we hebben gemaakt tot nu toe is hetzelfde als een andere. Ja. Ze zijn allemaal uiteindelijk volstrekt uniek, doordat er op een bepaalde plek een buitenwand zit of juist niet, een kozijn in zit of een deur of een raam op een bepaalde plek, een bepaald type gevelafwerking, waar komt de waterleiding doorlopen. Nou ja, het zijn best wel complexe dingen, gebouwen. Dus om dat werkbaar te maken, om echt mass customization in de bouw
op deze manier erin te krijgen, moet je wel zo goed worden in het managen van al die informatie. Ja. Dat nou ja, gedurende de geschiedenis honderden keren is geprobeerd. En maar eigenlijk alleen werkte op het moment dat je echt één ding kopieerde en plakte. Ja. Zeg maar. En wij zijn nu, ja, voor zover wij dat zien, voor het eerst nu in staat om daadwerkelijk zoveel mogelijkheden te bieden dat je er echt als architect mee aan de gang kunt. Zonder dat het managen op afwijkingen uit de hand loopt. En je noemde ook nog de CNC-phrase als een... CNC. CNC-phrase als een vernieuwing. Wat is dat voor iets? Dat staat voor Computer Numerical Control, geloof ik. Het is eigenlijk een 2,5D-printer, wordt het wel genoemd. Het komt neer op een phrase-bitje wat in een plaatmateriaal gaat en daarmee vormpjes kan uitsnijden. Je kunt op basis van een 3D-ontwerp kun je uitstukken hout en een keer hetzelfde stuk samen. Ja, ja. Of 100.000 keer een uniek stuk op het moment dat die gegenereerd wordt uit een computermodel. Mm-hmm. Dus we hebben bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, we maken onze eigen trappen. En op het moment dat je de hoogte en de breedte en de diepte van de trap aangeeft en het type materiaal, dan komen daar tekeningen uitrollen waar direct de robot voor wordt aangestuurd. En die robot die freest dan precies die trap met alle componenten die daarbij horen, precies op maat uit. Met een labeltje erbij en dan moet je met een soort IKEA-handleiding erbij over hoe je die dan in elkaar moet zetten, zodat je een unieke trap en alle bijbehorende onderdelen, dat die op dezelfde manier uit de fabriek komt rollen als dat je bij IKEA een kast verwacht. Je zei van, een van de gevolgen ervan is dat het betaalbaar is, dat de prijs niet zo gigantisch is als je normaal gesproken zou doen met je eigen complete unieke design. Kun je daar een voorbeeld van geven? Aan wel wat voor soort bedragen moeten we denken als je huis met een architect onder jullie Lego's laat bouwen? We zien dat we eigenlijk we een heleboel kunnen besparen in het bouwproces, wat we vervolgens dan weer investeren in mooiere, betere, duurzamere en gezondere materialen. En een echt circulaire bouwwijze. Daar maken we geen shortcuts. Dus dat betekent ook dat op sommige vlakken hebben we daar een heleboel tijd en engineering in moeten steken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Alles bij elkaar is het resultaat dat we in de meeste gevallen wat goedkoper zijn dan een traditionele architect. Dus ook een heleboel meer maatwerk bieden dan een cataloguswoning die je gewoon off-the-shelf zo bestelt met een prijs daartussenin, zeg maar, dus tussen een architect en een cataloguswoning. Nou, want voor duidelijkheid, jullie hebben twee soorten. Je kunt het maatwerktraject ingaan en dan heb je alle voordelen die je net beschreven hebt. En jullie hebben ook een catalogus met 3, geloof ik, op dit moment. Ja. Standaardhuizen die je gewoon zo kunt bestellen. Als je denkt, nou, dit is leuk, dat wil ik. Ja. Ja, dus het komt eigenlijk, het ontwerpen zelf is niet zo'n punt, maar omdat het toch best wel complex is, we bouwen ze niet zelf, we werken daarmee samen met aannemers die het dan in elkaar zetten. En dat betekent dat je uiteindelijk een best wel afontwerp moet hebben voordat de aannemer precies kan zeggen wat het kost. Ja. Dus eigenlijk zijn de cataloguswoningen voor ons een aantal types die gewoon helemaal af en klaar zijn, die je zo kunt kopen. Maar vooral geven die een goed beeld van wat je nou ongeveer krijgt. En om een indruk te geven, die huizen die je maakt, ik heb het zitten bekijken, kosten zo ruim 2 ton, kant en klaar. Dan heb je het over 3 verschillende soorten, variërend van de kleinste tot eentje met 3 slaapkamers en nog eentje. Ja. Dus dat is een indicatie van waar je uitkomt bij zo'n soort... Precies, dat zijn voor vrijstaande... Ja. Woningen. Wordt er ongelooflijk veel gebouwd in Nederland, want er is enorm woningtekort. Maar niet op de manier zoals jullie willen. Want het is allemaal stapelen, het is de hoogte in, project als Eiburg. Dan zijn er natuurlijk de kleine uitzonderingen in Zeewolde, waar ze natuurlijk land kunnen kopen en gewoon zelf aan de gang kunnen gaan. Jullie zitten natuurlijk in die hele kleine niche. Dat klopt. We zijn daar ook best wel bewust mee van start gegaan, want de grotere projecten zijn we nu trouwens langzaam naartoe aan het groeien ook. Daar is denken wij het systeem ook heel erg voor geschikt. En de juist voor die massabouw, wat toch 99% van wat er gebeurt, is natuurlijk dat. Klopt. Dus dat is ook waar de impact zit. Dus daar
is het het belangrijkst dat er een circulaire manier van bouwen komt die niet op, op beton en staal is gebaseerd. En waar ook het massamaatwerk wat wij hebben heel goed tot zijn recht zou kunnen komen. Maar we zijn eigenlijk begonnen met de particuliere klant, vooral omdat we dan in staat zijn om heel snel door te lopen. Dus je hebt niet te maken met een bestemmingsplanwijziging, een ongelooflijk lange ambtelijke procedure. Ja. Je kunt veel sneller bewegen. Je hebt niet te maken met een heel politiek speelveld waar uiteindelijk een aantal conservatieve beslissers achter zitten. Wij hebben nu te maken met particuliere opdrachtgevers. Die zijn ontwikkelaar, financier, opdrachtgever en bewoner in één. En die kunnen binnen 8 weken een vergunning hebben en van start. Ja, dus dat is ideaal om te ontwikkelen. Jullie positioneren je ook heel erg voor die niche. Weet je wel, dat is een off-grid recreatiewoning. Geen aansluiting op het riool nodig, 100% sustainable. Terwijl de grote groep van mensen die natuurlijk woningen nodig heeft, die zit daar helemaal niet op te wachten, denk ik. Nou, het off-grid en recreatiewoning is dus eigenlijk, daar zijn we ook best wel vanaf. Dus we richten ons wel op die... Oké, dat staat nog wel op de site. We hebben onder andere een off-grid recreatiewoning gebouwd. Dat is een van de eerste die we hebben gemaakt, omdat die nog wat makkelijker Maar ook die andere, weet je, je hebt geen aansluitingen nodig. Het is, de zonnepanelen doen het werk. Je hebt niet eens een rioolaansluiting nodig van jullie simpelste standaardwoning. Dus is het niet zo dat je je bewust richt op die ongelooflijk milieubewuste mensen die het liefst ook... zeg maar off-grid leven? Of interpreteer ik dat gewoon verkeerd? Het off-grid dus is echt een niche van een niche van een niche. Precies, daarom vraag ik. En het is niet het meest duurzame om mee te werken. Dus je kunt veel beter aan het net gaan. Uitzondering is een beetje de helofytenfilter, een biologische plantenfilter in plaats van een riolering. Dat is nog prima te doen. En die past dus ook regelmatig toe. Maar voor de rest is het in de zomer is het gewoon verschrikkelijk zonde om niet aan het net te zitten. Want dan lever je panelen verschrikkelijk veel op. En die gaat anders nergens naartoe. Dus we richten ons op de particuliere opdrachtgever die gewoon op zoek is naar een woning op maat. Ja. Op een vrije kavel. En die in de meeste gevallen duurzaamheid toch wel wat belangrijk vindt. Anders, als ze dat daarop gaan zoeken, dan komen ze bij ons terecht. En met name die in de vrijstaande woningen. Dus, maar het off-grid, daar zijn een aantal voorbeelden van waarin, zo zijn we begonnen. Dat is een beetje de ontstaansgeschiedenis. Ja. Omdat we dachten dat het nooit kon dat een jong groepje mensen bestaansrecht had als ze niet iets echt radicaals deden. Maar we komen er nu achter dat helemaal niet het geval is. Er was gewoon... Het had niet moeten kunnen, maar een groep jonge, intelligente, gemotiveerde mensen was in staat om met een radicaal nieuw bouwsysteem te komen wat nu kan concurreren met traditionele bouw. Ja, hoe zijn jullie hierop gekomen? Als student sociologie. Tja, notabene. Ja. Hoe ontstaat zoiets? Neem ons eens mee. Het initiatief is begonnen met 4 initiatiefnemers. Ik zelf ben socioloog en veel bezig met die duurzame wetten die daar moeten komen. En heb een aantal ondernemingen gestart, waaronder een paar samen met Wolf, een van de andere co-founders, die milieutechnologie deed om het meer van de technische kant met die energietransitie bezig te houden. En na onze studie starten we een zonnepaneelinstallatiebedrijfje waarin we in klimgordels het dak op gingen om panelen te installeren. Met wat YouTube-video's, elektrotechniek en zo. Elk paneel was er 1, dachten we, dus dat gaan we maar gewoon doen. Ja. Toen merkten we al heel snel over hoe ongelooflijk traditioneel die bouw was. Dat er totaal niet was nagedacht, zelfs bij nieuwbouwwoningen die net waren opgeleverd, over hoe je zonnepanelen eigenlijk in het ontwerp zou mee moeten nemen. Nou, toen troffen we Sol, de architect van de founders, die bij de eerste lichting van het parametrische ontwerp module zat op de TU Delft. Die dus echt het idee dat je software kon gebruiken op deze manier om het hele ontwerp en bouwproces echt radicaal op de schop te gooien. Die leerde kennen. We werden goede vrienden. We hadden op een gegeven moment met z'n drieën nergens anders meer over dan de toekomst van bouwen en hoe we dat zelf wilden gaan doen. Ja. Maar dat bleef allemaal bij gekletst tot we Jacinta meekwamen. Dat was de 4e founder, de COO. En die zette dat geklets maar om in actie en toen kwamen we in een accelerator terecht.
En ondanks de regels dat je een verdienmodel en betalende klanten moest hebben, zijn wij toch op een idee daar binnengekomen. En 3 maanden later start de bootcamp. Ja. 3 maanden later hadden we ons prototype gefinancierd en gebouwd en werkend op de demo day voor de deur staan. Dus even roep vertaald. Jullie zijn een stelletje idealistische hobbyisten heel lang geweest. En door externe input van wat co-founders werden de accelerator ingegaan. En daarna is het heel snel heel concreet geworden. Wat heeft die accelerator dat voor jullie gedaan? Of was dat ervoor al begonnen? Nee, dat is echt wel het grootste deel is dat die accelerator geweest, zeg maar. Dat was wel echt de katapult om ons te versnellen. Ja. Zoveel dat we 3 maanden later dus niet alleen een prototype hadden, maar ook wereldwijde pers hadden met een product wat we vervolgens 6 maanden later nog geen enkele keer verkocht hadden. Je kunt geen financiering krijgen op een gebouw wat niet een permanente bestemming kan krijgen. En de hoogte van de container waar we in het begin mee starten, is te laag om daarmee uit de voeten te kunnen. Dus de enige mensen die het konden betalen, waren de mensen die zoveel geld op de bankrekening hebben staan dat ze het vaak niet in een container willen wonen. Dus dat was gewoon een complete mismatch. Dus we hebben gewoon misschien wel 50.000 geïnteresseerde klanten over de hele wereld gehad. En eigenlijk na de launching customer vanuit de demo day nooit een systeem. Maar welke stap heb je daarna gezet om die wel te vinden? Zeg maar die match, wel de juiste match tussen producten en publiek te krijgen? We zijn dus gaan doorontwikkelen eigenlijk op een product waarvan dat eigenlijk nog onvoldoende getest was. Maar toen we door hadden dat het toch echt wel begon te schuren, hebben we een aantal andere varianten bedacht en die maar naast elkaar op de website gezet en gekeken welke de meeste kliks kreeg. En daar kwam er één met kop en schouders uit, namelijk het idee om met Lego steentjes van hout gewoon woningen te gaan maken die je dan zelf kon configureren. De modular. En die deed het gewoon met afstand het beste. En toen we die eenmaal als nieuwe propositie lanceerden, hadden we binnen 6 weken de eerste klant getekend en konden we starten met bouwen. Van het eerste prototype wat je op de website nog kunt zien. Ja. En toen op een gegeven moment Roeland zei van, er zijn veel woningen nodig, et cetera, in Nederland. Jullie richten je op een niche. Toen zei jij, maar dat heb je volgens mij nog niet helemaal zeg maar, uitgewerkt, dat jullie nu wel in een andere fase kwamen. Dat jullie methode, jullie manier van werken, wat jullie maken, wel degelijk geschikt is om een stap voorwaarts naar een groter publiek te maken. Ja. Waarom? Leg eens uit. Zo'n 90% van de woningen in Nederland is geen vrijstaande woning die door een particulier is ontwikkeld. Overigens is die 10% dus wel heel belangrijk, want in Nederland is dat dus echt maar een klein deel van de markt. Maar wereldwijd ziet dat er heel anders uit. In de VS is het de meerderheid die zo wordt gedaan. Dus, en in Duitsland komt dat ook al aardig in de buurt. Dus, maar in Nederland hebben we met name de rijwoning en de hoogbouw. Dus willen we daar een impact gaan maken, dan zullen we daar een versie van ons product voor moeten maken. En nou ja, we hebben dat best wel onderzocht. Dat lijkt heel goed te kunnen. We blijken gewoon echt op prijs te kunnen concurreren. En tegelijkertijd meer waarde kunnen bieden voor de bewoners. Dus dat zou een gouden business case moeten zijn. Maar er moet best wel wat ontwikkelingsgeld in. En een partij die dat ook wil bouwen voor die prijs, die dat risico moet gaan nemen. Dus het was even zoeken naar de partij die aan de ene kant de opdracht wilde geven en voor wilde financieren, zonder dat ze wisten wat het kost. En nu zijn er langzaam partijen die beide hoeden opzetten die twee bij elkaar kunnen brengen. Ja, je ziet wel in Amsterdam dat natuurlijk steeds meer ook in de nieuwbouw meer geëxperimenteerd wordt met duurzame materialen. De eerste houten hoogbouw vereist ook in de houthavens en in Noord ook een aantal panden. Ja. Wat moeten jullie nog doen om je te kunnen mengen in dit soort projecten? Wat moet er dan nog gebeuren? Nou ja, de verkennende gesprekken die zijn daarvan hard onderweg. We moeten nu even nog de akoestische en brandveilige details voor bouwen boven een bepaalde hoogte laten keuren.
en uitwerken. En dan moet je bepaalde fysieke tests voor doen. En die zijn best wel kostbaar. Dus dan moet er wel heel duidelijk een plan liggen. Het is ook heel plat gezegd. Je stapelt de modules nu naast elkaar. En die moet je straks op elkaar gaan stapelen. Ja. Daar komt het op neer. En we weten dat die wel tot 5 hoog kan. Maar of die dan ook nog goed stabiel is. En hoe je dan met een lift omgaat. Met dat soort vragen. Ja, dus daar moet even wat, daar moet best wel wat engineering in zitten. Hoeveel huizen hebben jullie nu afgeleverd? Ongeveer 20 opgeleverd en zo'n 25 zijn nu geplaatst. Je hebt een groot team inmiddels. Ja. Hoe financieren jullie dat? Want dat kun je nog niet betalen uit de omzet. Voor een groot deel of wel. Dat al wel. Ja, we zijn om en nabij break-even. Het is een beetje spelen met financiën en wanneer je dat pakt en zo. Precies, dus... maar daarbij hebben we een aantal leningen ontvangen. We hebben een aantal private equity investeringen opgehaald. We hebben een forse crowdfunding campagne gedaan afgelopen jaar. Ja. Hey, je gaf net aan, in Nederland in Amerika is veel gangbaarder om je eigen stukje grond. Waarom focussen jullie niet dan gewoon lekker op Amerika? Praktisch, omdat we nu wel hier wonen vandaag. Ja, maar het is ook best wel praktisch. Dat is een hele goede, maar, het is ook wel praktisch als je niet allerlei regels doorhoeft en allerlei ingewikkelde systemen hoeft. Klopt. Nou ja, een aantal van de aspecten zijn in Nederland wel klaar. Zijn juist heel goed. We hebben bijvoorbeeld de skills die er zijn echt best wel... dus de softwareprogrammatuur is echt best wel cutting edge. Dus dan kun je maar op een paar plekken heb je toegang tot net afgestudeerde mensen met werkervaring die daarmee kunnen werken. En Nederland loopt daar echt wel voor. We gebruiken het CNC-frezen dus heel veel, waar je in Nederland een aantal hele goede partijen hebt die daar echt mooie materiaal voor hebben. En de Nederlandse markt is ook echt wel bezig met duurzaamheid op een bepaalde manier. Die je ook in Californië bijvoorbeeld wel vindt, maar in heel veel staten ook totaal niet. En in Californië zijn dan ook wel weer een aantal andere partijen. Maar de kennis is best wel lokaal, zeg maar. Dus de bouwregelgeving in Californië is weer anders dan in Washington en New York. De Amerikaanse markt is echt wel heel ingewikkeld. En we hebben gewoon gezegd, we zitten nu hier, we willen dicht op de innovatie zitten. We moeten gewoon in een half uur op de bouwplaats kunnen staan om te kijken of wanneer een puzzelstuk niet past. Ja. En op het moment dat alles van een leien dakje gaat, ja, wij zijn uiteindelijk als businessmodel ingericht als een softwarebureau voor het grootste deel. Dat betekent je zegt ook, daar zit ook eigenlijk jullie unique selling point. Is gewoon zo dat eigenlijk het idee is dat elke architect in onze software kan tekenen straks. En daar komt gewoon een IKEA-bouwpakket uitrollen wat elke aannemer kan assembleren. En als die server in Nederland staat of in Taipei, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Je kunt overal ter wereld ermee aan de slag. Dat is een heel logisch verhaal als je vanuit een technologie-start-up wereld komt. Hè? Hoe ingewikkeld is het om dit verhaal, hè, van we zijn een softwarebedrijf in een hardware-wereld, zeg maar, om dat verhaal over de bühne te krijgen in die wereld? Bij klanten lukt het aardig goed, want het is helemaal niet zo'n gek die model verder. We maken tekeningen voor de klant en we leveren werktekeningen voor de aannemer. En daar zit een verdienmodel bij, wat verder heel normaal is. Behalve dan dat hetgene waar we in tekenen en wat we leveren, zo, is gewoon dan weer totaal iets anders. Ja. Maar het verdienmodel is niet zo gek. En ook voor die partners is dat best oké. Maar... Het idee dus dat wij als softwarebedrijf daar willen opereren en zo min mogelijk assets willen hebben, dat is toch nog wel eigenlijk een gek ding waar een heleboel CFO's toch wel heel erg in geïnteresseerd zijn van wat grotere clubs die toch wel denken, ik zou ook willen dat ik niet een enorme fabriek had of zo. Onze voorraden. Hey, fascinerend. Het half uur is al weer om. Tot slot, ik woon in een 100% houten huis gebouwd in 1690. Dat hadden ze in die tijd eigenlijk helemaal niet zo slecht bekeken, hè? Nee, zeker. Mensen vragen regelmatig, hoe lang gaat dat dan mee? Met het idee dat steen langer meegaat. Maar de oudste huizen in Nederland, die komen inderdaad gewoon uit... zijn hout-skelet woningen. Ja. Dus
Ja, het originele skelet zit er nog in. Dus, ja. Als je het maar droog houdt, dan gaat het. En blijft schilderen, Stekel. Ja, dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. Want we gebruiken Red Cedar. Dat doen wij ook in toenemende mate voor de stukken die vervangen moeten worden. Moet je juist niet schilderen. Het wordt heel mooi grijs. Krijgt een prachtige grijs tint. Ja. Moet onderhoudsvrij. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, hij heeft een mooi huis, dat kan ik zeker beamen. Zootje oude planken. Ja, ook. Ja. Maar op een mooie plek. Vandaag was het zonnetje scheen. Was helemaal goed. Heel ontzettend bedankt, mooi verhaal. Ja, veel succes ermee. Ja. En kom over een jaartje of zo weer terug om te vertellen hoe het jullie verder gegaan is met de Lego-blokken. Zal ik doen. Jo, helemaal goed, hartstikke bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website, Bier & Co. voor de biertjes, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, zo direct een nieuwe gast. Kijk je on demand, dan weet je dat je al die uitzendingen kunt terugkijken. Dag.